Hanneke en Roel in Onecht Verbonden. Het was dinsdag, traditiegetrouw, een van de laatste officiële plichtplegingen van de vastelavond. De boerenbruiloft in Venray. Tijdens een sfeervolle bijeenkomst op het bordes van het oude raadhuis werden bruid Hanneke en bruidegom Roel in de Onecht Verbonden. Na een stevig ontbijt was het boerenbruidspaar Hanneke en Roel klaar om elkaar het jawoord te geven. Begeleid door een brandweerwagen, joekskapel en tractor verscheen het boerenbruidspaar bij het bordes. Verschillende boeren en boerinnen stonden het bruidspaar op te wachten om de onechte verbintenis bij te wonen. De ceremonie werd geopend door vorst Paul. Boeren, boerinnen en buitenlui. Wij zijn hier bij elkaar gekomen om dit stel in de onecht te verbinden. Roel en Hanneke, maar ook natuurlijk weer een woord van welkom naar Ilse en Tieme. Leuk dat jullie er ziet. We hebben jullie net al gefeliciteerd. Jongens, ik zou je ook willen gaan vragen om hier op dit plein vanmiddag onder deze zon die bedekt is door de wolken in de onecht te gaan verbinden. Han van Simmerse Jopie en Rie van de Zandhoek van de schuilplaats van Tijke de Kruier en Roel van Pietje van de Hanenpoort van de Oderstraat van Beb van Basje uit de Spurrimakkeriek. Roel, beloofde jij op deze dinsdag de 12 februari in de onecht met Hanneke te trouwen. En dat jij er de godsganselijke dag weer een gevoel met me geven. Maar dat jij bij de sluiting wel de brand blust. Roel, wilde jij Hanneke als onecht vrouwke? Niks liever natuurlijk. Ik kan niet wachten tot de confetti knalt. Kleurt. Hanneke, zorg jij vandaag goed voor Roel, zodat hij morgen weer zijn broodjes kan bakken en dat hij klaar kan staan om een brand te blussen. Hanneke, wil jij Roel als oude onechte mens? Ik kan niks beloven, maar ik zeg toch volmondig ja tegen deze vrouw. Ah, ja, applaus. Hanneke en Roel. Dan zie ik jullie hierbij in de onecht verbonden. En als bewijs daarvoor hang ik jullie nou, geholpen door het jeugdboerenbruidspaar, deze vette koppelenworst om de nek. En dan vraag ik aan jullie daarbij om elkaar een moeilijke te geven. Als Kaspira's geboren ziet, is dit al een dag. Een trots aan God dan veroppen, een dag met een laag. De klumpen aan de vuut dansten hier in het rond. Lekker eten, gakken, drinken, schep met alcohol. Er is wat aan de hand in de boerenland. Als ineens de confetti wegkleurt, weten dat hier er ooit iets gebeurt. Er is wat aan de hand in de boerenland.
als Roel de maand het geblust, werd het tien dat die Hanneke kust. Als Gasperas geboren ziet, is dit de bruiloft werd voortgezet in de grote tent op het Schouwburgplein. Maar wat is nu eigenlijk de geschiedenis achter de boerenbruiloft? Opperboer Patrick Jansen weet hier het antwoord op. Vroeger was het inderdaad dat de boeren de laatste dag voor Ash Woensdag nog even op pad gingen. En dan was het de laatste avond nog even vol er tegenaan om inderdaad op Ash Woensdag even alles te laten liggen. En dan inderdaad gewoon te zeggen van ja goed, nu is het vaste tijd en nu gaan wij met z'n allen er eventjes heel rustig mee om. Van oudsher was het echt één dag en later na zijn er steeds meer dagen bijgekomen. Nou goed, de vastelovende op dit moment bestaat inderdaad officieel uit 3 dagen. Het begint op zondag na de hoogmis en dan is het inderdaad de maandag en de dinsdag. Maar goed, we hebben nu natuurlijk in Venray gezien hoe het eraan toe gaat. We hebben nu de roets vooraf, dus ja, het evenement is nu al helemaal uitgegroeid tot 4 dagen. De boerenbruiloft heeft zich door de eeuwen heen dus ontwikkeld tot 4 carnavalsdagen in plaats van 1. Zijn er dan ook nieuwe ontwikkelingen rondom de boerenbruiloft te zien? Ja, het leeft. De boerenbruiloft die begint in Venray ook weer een klein beetje te leven. En dat is gewoon hartstikke mooi. Dus als we inderdaad op die manier er iets moois van kunnen maken, helemaal super. Dat zien we dan ook terug in de bomvolle zaal. Het geeft een carnaval, al wat hier een zin. Vrouwen zand, dat uurt neemt zich dat hij wils. Wol zich met jezelf en mijn huis meer anderwils. Wat verwachten Hanneke en Roel ervan? Wij maken vandaag maar gewoon 1 groot feest van. En van begin tot heel laat vanavond, net voordat het 12 uur is, maken wij wel een feestje. Ja. En hoe is de rest van de carnaval verlopen? Ja, super. We hebben gewoon 1 groot feest gemaakt. En net zoals vandaag komen we er gewoon een goede afsluiter van maken. Ook een groot feest. Dat wordt wel groots en mooi. En wat vinden jullie nu van elkaar? Zijn jullie ook echt verliefd op elkaar? Ja, we mochten niet meer liegen, dus misschien moeten we nog een antwoord op geven dan, hè? Want het is toch niet goed. En jij geeft daar ook geen antwoord op? Nee, ik sluit me mooi aan bij mijn onechtbroertje. En wat gaat er vandaag nog allemaal gebeuren? Nou, we hebben in ieder geval dadelijk receptie en het feest barst zometeen los met allemaal mooie artiesten. En gewoon 1 groot feest, lekker eten nog en dansen, springen. Maar aan al het goede komt een einde. Zo zal ook Vastelovend 2013 officieel eindigen bij traditionele beuken. Als het dan 12 uur is, dan is het ook echt afgelopen. Dan gaan we met z'n allen nog even inderdaad een troontje wegpinken. En zeggen we om 12 uur, nou volgend jaar zit er weer een nieuwe Vastelovend. 11:11 begint het weer. En de voorbereidingen die zien natuurlijk dan al in volle gang. Maar echt 11:11 is dan weer traditioneel het begin. En dan is het vanavond om 12 uur ook echt afgelopen. En dan staan we met z'n allen inderdaad even bij elkaar. Zo van ja oké, volgend jaar weer. En dat was het dan. Ja, het is natuurlijk een afsluiting van een mooie tijd. We zien al vanaf augustus bezig. Ja, en daar zal echt wel emotie loskomen vanavond. Absoluut. Nou, we hebben er wel keiveel zin in en keimooi. En voor het zover is, maken de boeren en boerinnen er nog een groot huwelijksfeest van. Bedankt voor het kijken. Deze uitzending wordt herhaald tot en met 6:00 PM. Morgenavond ziet u de herhaling van het schoolcarnaval en ik wens u een fijne Valentijnsdag.